Jan Bovenlander en de Nestor onder ons internationals en strafcornerversierder eerste klas Tom van het Hek. Hi Tom. Hallo. Nou zien we hem eindelijk eens een keer goed, want zo gek veel televisie is er niet geweest, hè, van het wereldkampioenschap. Nou, daar een heleboel, maar wij zijn niet hier geweest, dus hier schijnt wat minder geweest te zijn. Nou, er is zeggen en schrijven één wedstrijd uitgezonden, die was aangekondigd op Nederland 3, dus iedereen vrijdag zijn video ingesteld. Bleek dat die uitgezonden werd op Nederland 2, niemand gezien. Uiteindelijk zondagavond dan een gesprek met Hans Jortsma, terwijl het toch zo is dat als er ergens een flinterdun stukje ijs in Friesland gezien wordt, dat dan 9 camera's uitrukken. Is dat iets wat pijn doet of niet? Gewoon onder elkaar. Ja, het doet misschien een heel klein beetje pijn, maar... Het is nou helemaal zo dat het in Nederland misschien iets te veel geld kost of zo, dat daar wat mensen heen gaan. Friesland is wel dichterbij. Ja. Het leek zo makkelijk te gaan, die finale. Hè? Misschien wel. Zelfs toen je met 1-0 achterkwam, had niemand eigenlijk het gevoel, het kan misgaan tegen die Pakistani. Had je dat gevoel zelf ook? Ja, het gevoel was ons zelf ook wel een beetje bekropen nadat we Duitsland in de halve finale hadden verslagen, wat van oudsher toch een hele zware concurrent is. Pakistani kennen we zo langzamerhand wel en hun manier van hockeyen ligt ons heel goed. En onze manier ligt hun heel slecht, dus als je dat weet, dat scheelt een beetje. Ja. En 1-0 achter was toch wel, het was een hoop lawaai, dat zijn we ook niet zo gewend als hockeyers. Al die Pakistanen, die was ook wel leuk om dat eens mee te maken, anders hadden we dat gemist. Maar het bleef er, ja, we hadden wel zelf veel vertrouwen en als je dan gewonnen hebt, is het ook makkelijk om te zeggen dat je het van tevoren wel wist. Maar je bent toch wel een beetje nerveus onder. Ja. 70.000 man, daar doe je hier 10 seizoenen over bij Kampong, hè, zo ongeveer. Dan heb je ze misschien nog niet bij elkaar, hoewel misschien wel in de kantine. Nou, misschien wel in totaal, maar dan zijn het wel 100 keer 700 dezelfde geweest. Dat is ook een beetje vervelend, maar de kantine is het altijd wat drukker bij hockey dan langs het veld. Maar dat het moet is ook een... zo blijven, hè? Nou, daar zijn we niet zo tegen, nee. Altijd maar weer gaat het over de strafcorner, hè? Die Pakistani, heb ik uit buitenlandse bladen ook begrepen, hebben er niets van begrepen dat wij na Litjes en Kruizen weer zo'n man hebben. Heb jij nou het ideale fysiek voor een strafcornerspecialist, hè? Een ongelooflijk gespierd bovenlijf, dan iets te korte, maar wel zulke benen, heb ik gezien, en platvoeten. Is dat het prototype van de strafcornerspecialist? Nou, ik hoop het niet, want dan zal ik waarschijnlijk de laatste strafcornerspecialist zijn. Dus ik denk dat het misschien mee helpt dat je fors en stevig bent. Maar ik denk dat er ook best wel wat smallere zullen komen die goede corners slaan. Is het jammer dat die strafcorner zo bepalend is voor wie er wint? Nou, voor ons niet in dit geval. Maar het is al jaren voor Nederlandse hockey heel prettig dat hij zo bepalend is. Er wordt veel over gedaan van ja, het is geen veldgoal. En kijk, aan de andere kant is het leuke, vind ik zelf, van hockey. Als je aanvalt, krijg je corners. En als je corners krijgt, maak je goals. En bij voetballen, daar oefen je in terugspelen op de keeper. Als je dat goed kan, dan kom je minstens in de halve finale bij de WK. Ja, 5 miljoen waard. Bij ons moet je wat meer naar voren. En op zich vind ik dat wel een voordeel voor de sport, want je krijgt die corners niet zomaar, daar moet je eerst ook wat voor doen. En het blijkt ook dat niet lang niet iedereen, Floris doet daar altijd een beetje badinerend over van, ja, die corner, dat kan iedereen wel, maar dat is natuurlijk onzin. Er zijn maar een paar mensen in de wereld die dat heel goed kunnen en hij kan het als allerbeste, dus voor ons moet het nog even zo blijven. Die keeper gaat al liggen voor er geschoten wordt, hè? In heel veel gevallen. Dus, ja, officieel mag dat niet, maar het gebeurt wel meestal. Net als bij penalties bij voetballers, ze mogen niet bewegen, maar het gebeurt wel. Dan hou je dus aan beide kanten ongeveer nog deze ruimte over. Ja, iets meer. Dat is zo'n stukje. Dat is net genoeg, hè. Bal is maar zo groot, dus kunnen maar die ballen door. Met je ogen dicht rammen is het dus absoluut niet. Nee, dat is, die tijd is voorbij. Dus misschien als de keeper nog staat, dan kan je redelijk je ogen dicht doen. Het is ook mikken, ja. Het is niet alleen maar zo hard mogelijk tegen de keeper of langs de... Hockeyers blijft een apart volk, hè, binnen de hele sport in Nederland. Daar hoeven we niet te veel meer over te zeggen, denk ik. Je hebt ooit gezegd, sporters moeten gewoon doen. Wat bedoelde je daarmee? Nou, ik gaf als voorbeeld dat als een tennisser moet serveren en de 3 straten verder remt een auto, dan moet het over, geloof ik, tegenwoordig. En dat soort voorbeelden. Ik vind sport is iets heel leuks wat bij het leven hoort. En sport moet door normale mensen in normale omstandigheden beoefend worden. En ik heb wel eens het idee dat veel sporters zich een beetje boven de samenleving verheven voelen met allerlei zaken. En ik denk dat sport gewoon iets heel leuks is om gewoon mee te doen en gewoon naar te kijken. Ja. Erik Heiden had voor een belangrijke rit gewoon een hamburgertje. Je hebt het zelf verteld, nam een colaatje. En wat deden de Nederlandse schaatsers? Nou, die wogen hun koolhydraten, geloof ik, in die tijd al. En dat is niet zo vervelend bedoeld, maar je hebt altijd inderdaad, er wordt enorm veel nadruk gelegd op, denk ik, bijzaken. Terwijl je met schaatsen gaat het er gewoon om wie het snelst weer binnen is. En daar zit een heleboel talent en een aantal, ik denk ook gewoon mentale zaken bij. En wij leggen nog wel eens de nadruk op de breedte van de veters en zo. En dat,
Dat is denk ik iets waar we een beetje anders tegenaan zouden moeten kijken. Ja. Jij studeert biologie. Jij bent inmiddels afgestudeerd huisarts. Op een gegeven moment komt toch het moment waarop je moet kiezen, want er is geen cent te verdienen. De discussie gaat nog steeds bij hockey, heb ik begrepen, tussen reiskostenvergoedingen van 30 of 50 cent. Het blijft voorlopig 30 cent. Komt dus het moment waarop je moet kiezen. We zijn nu geplaatst automatisch door deze overwinning voor het wereldkampioenschap en voor de Spelen, dus het wordt misschien wat rustiger. Haal jij die beide nog, denk je? Je bent nu 24. Ja, ik denk dat het altijd wel te halen blijft. Het is een beetje plannen en afwegen of je nou weer eens een toernooi moet afzeggen of dat je een tentamen moet afzeggen en dan in de herkansing dan maar moet doen. Nee, nog even naar die 70.000 Pakistani. De Australiërs waren daar behoorlijk van onder de indruk. Hadden jullie daar geen last van? Want er stonden er ook nog 70.000 buiten te joelen. Ja, die stonden alleen in de Telegraaf buiten te joelen, geloof ik. Hoor. Dat is, die hebben wij niet helemaal kunnen vinden. Bij andere praatprogramma's wordt daarvoor geklapt altijd. Maar hier schijnt het maar niet. Het lukt niet hier, hoor. Nee, het is zo. We hebben met de Australiërs over gesproken. Die hadden 2 dagen ervoor de halve finale verloren. Daar waren een aantal die vonden het heel verlammend werken, zo'n publiek. Ze maakten ook zelf een beetje aangeslagen indruk. En we hebben er zelf wel een beetje over gehad. Ik heb wel eens gezegd, als Floris de corner goed raakt, dan is het net een Leusler Heide op maandagmiddag. En dat was het ook een beetje. In de zin, het was 10 minuten heel rumoerig. En vanaf het moment dat het 2-1 werd, was het stil. En dan gaat het bijna in je voordeel werken. Krijg je er ontzettende lol in om die mensen ook nog een tijdje stil te houden. En het werd steeds leuker eigenlijk. Ja. Je bent binnen de hockeywereld zelf ook alweer een buitenbeentje, zoals Hans Jorisma de coach eigenlijk ook was. Je hebt 3 keer al ben je gestopt. Je bent teruggekomen, maar de vergelijking met Heintje Davids gaat natuurlijk niet op, want jij werd steeds gevraagd om terug te komen en zij bij mij weten helemaal nooit. Maar buitenbeentje zijn, je hebt ooit gezegd, ik kies mijn leven lang al de vluchtstrook in het leven en niet het midden van de weg. Wat bedoelde je daarmee? Nou, dat als je ouder wordt, ga je altijd wat meer naar het midden van de weg rijden. Dus dat is uitspraak van een tijdje geleden. Maar ik heb wel eens bedoeld, ik heb in het hockey wel eens wat conflicten gehad in het verleden. En ik heb daarmee bedoeld, je hebt in het midden van de weg lopen, dat is heel saai denk ik altijd. En soms is het een beetje tot uiterste gaan en hier en daar is voor je mening uitkomen, wat ook wel eens conflicten kan opleveren. Ja, mijns inziens niet zo problematisch. Als je met de mensen met wie je die conflicten hebt of hebt gehad, ook maar er op een normale wijze mee kunt blijven omgaan. Ja. Dat is gelukkig ook altijd gelukt. Mensen waren gisteren ook allemaal op Schiphol en blij dat we wereldkampioen waren. En ik vond het heel leuk om hun ook allemaal weer te zien. Want je was ook zo keurig tegen mevrouw Dancona. Hè? Je zei dank voor uw aanwezigheid. Terwijl je ooit gezegd hebt, als deze daar staat, is de dood voor de sport. Nee. Dat is geen goede vergelijking. Is dat ook uit de Telegraaf? Nee, dat is uit het NRC van die vergelijking is niet helemaal juist. Mevrouw Dancona kwam daar werk doen, om het even oneerbiedig te zeggen. En wij vinden het natuurlijk best leuk als je aankomt en er is een vertegenwoordiger van de Nederlandse regering, de minister zelf, die een handje komt geven. Wat ik over deze gezegd heb, is dat ik niet meer wist of Gullit de winnende goal gescoord had of deze na de EK-finale bij de Rondgracht in Amsterdam. En daar had ik hem graag een duwtje voor gegeven, ja. Jullie hebben ook een rondtour ooit gehad met Bloemendaal, hè, toen je kampioen waren met een Jan Plezier. Dat was 1 vrouw en die holde steeds vooruit zodat je er 10 keer tegenkwam. Hè. Dat is een beetje karakteristiek voor hoe wij juichen als hockeyers winnen. Hè? Ja, dat klopt. Hè. Dat was mevrouw Van Laar.